Hallo kinderen. Weten jullie al waardoor het komt dat muis buikpijn heeft gekregen? We gaan eens kijken. Auw! Kleine vos schrikt. Muis, wat is er? Ik heb buikpijn! piept muis. Uil, help! Wat moeten we doen? vraagt kleine vos. Misschien wat gips. Uil haalt zijn schouders op. Gips? Kleine vos gelooft er niks van. Au au au! De muis piept steeds harder. Kleine vos kijkt om zich heen. Wat kan hij doen? Dokter, hier is een noodgeval! Roept hij dan. Zie je kleine vos? Je poot is niet gebroken. De dokter draait er een verband om. Twee weken rust en je bent weer helemaal de oude. Kleine vos pakt een snoepje uit de pot. Hier, Muis, misschien voel je je dan beter. Doe maar niet, zegt de dokter. Van te veel snoepen krijg je buikpijn. Dat weet toch iedereen, mompelt Uil. Kleine vos, zul je nu nooit meer in bomen klimmen? vraagt Muis. Maar klimmen is zo leuk, Kleine vos denkt even na. Zul jij dan nooit meer te veel snoepen? Maar snoep is zo lekker, zegt Muis. Geen probleem, roept Uil. Ik word later dokter, dan kan ik iedereen beter maken.